Dames en heren, jongens en meisjes, daar ben ik weer. Ik heb lang moeten revalideren. Daarom was ik een tijdje uit de running. Ik zat met mijn rug en zo. En ik was weer in elkaar gezakt thuis een keer. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik was toen weer opgenomen in het ziekenhuis met spoed en zo. Daarom kon ik helaas niet filmen. En dat mocht ook niet, want ik moest een tijdje rust nemen in het ziekenhuis. Maar ik ben er weer. Donar is helaas geen kampioen geworden van de DBL. En dus ook geen landstitel en ook geen bekers dit jaar. Helaas. Zwolle heeft de landstitel gepakt. Mijn felicitaties aan Zwolle. Aan Landstede. Basketbal uit Zwolle. Mijn felicitaties. Dus ik dacht, ik feliciteer Zwolle ook eventjes. Waarom ik zo lang uit de running ben geweest? Ik moest revalideren met mijn rug. Omdat ik uit het ziekenhuis ben gekomen en zo. Ik ook geopereerd ben aan mijn rug en zo. Maar ik herstel goed. Het gaat goed met mij. Ik probeer weer alles op te pakken en zo. Ik mag alleen nog niet sporten. Ik vertel jullie zo snel mogelijk als ik weer mag sporten. En dit jaar is ons team geen kampioen geworden. We zijn derde geworden helaas. Volgend jaar weer beter. Gorecht, ons team moet beter. Volgend jaar willen we promoveren. Dit jaar derde geworden. En vandaag zijn we derde geworden in de toernooi van de Special Olympics. En van het toernooi. In het toernooi zijn we derde geworden. En van de competitie zijn we derde geworden. Dus helaas. Goed. Morgen is de eerste autocross van Eelde Buitenswolde. In Eelde bij ons. Dus ja. Ik zal jullie op de hoogte houden als ik daar ben. Ik ga natuurlijk niet zeggen waar ik woon. Dat blijft privacy. Dat snappen jullie wel. Goed. Ja. Vanmorgen heb ik een leuke planning, want ik word opgehaald door een goede collega van mij. En dan gaan we samen naar de autocross. Dus, ik bedank jullie allemaal. Dat was mijn moeder. Ik bedank jullie allemaal voor het steunen en voor de lieve berichtjes die ik heb gekregen. Daarom was ik zo lang uit de running. En ik ben er morgen weer bij de autocross. Ik zie jullie dan. Laters. Ik zie je. Peace out.